Welkom op onze Blue Moon Hopping Demo Day. We zitten hier in de studio's van Quartier Papier van Blue Moon in Zaventem. Ik heet Olivia, ik ben online event director bij Blue Moon. Dat wil dus zeggen dat ik normaal achter de schermen te zien ben, maar ik heb vandaag dus mijn plaats afgegeven daar en ik ben verhuisd naar hier. Samen met onze managing partners van Blue Moon, Gregory en Mathieu. Welkom. Hoe voelt het nu om eens hier in een Blue Moon studio te zitten als zaakvoerders eigenlijk? Dag Olivia. Een beetje vreemd toch? Hè? Ja. Normaal zitten we inderdaad achter de schermen, maar het is leuk om eens in de schoenen van onze klanten te staan. En natuurlijk, ja, als we even terugkijken, die COVID-pandemie heeft op heel de sector uiteraard een gigantische impact gehad. Ook voor Blue Moon, weliswaar. En eigenlijk in maart 2020 in eerste instantie hebben we vooral aan crisismanagement moeten doen. Dat was niet eenvoudig. Hè? Maar denk ik belangrijk parallel zijn beginnen praten met onze klanten. Ja. Ze zijn echt gaan luisteren, gaan praten, niet om te verkopen weliswaar. Maar goed luisteren, wat zijn de behoeften en misschien de problemen van de klanten. En toen merkten we toch vrij snel dat klanten toch manieren zochten om te kunnen blijven communiceren op een professionele manier. Ook in tijden van COVID. In april en mei zijn we dan gestart met eigenlijk de uitbouw van de eerste Blue Moon Studios. Ja, waar we nu eigenlijk ook in zitten. Absoluut. Dit is een van de 15 studio's die momenteel in het studiopark zit. We hebben 15 studio's op 5 verschillende locaties. En op dat jaar tijd hebben we meer dan 500 online events ondersteund. Ja. En ik denk dat effectief het werk is van een fantastisch team, van gemotiveerde medewerkers en ook fantastische partners. Ja. Ja. Dus ja, een serieuze evolutie eigenlijk sinds maart, sinds de start van de coronacrisis. En hoe zijn we dan nu hier geraakt? Ik zou eerst en vooral willen zeggen dat we heel sterk meeleven ook met de bedrijven en vooral ook de medewerkers die vandaag nog altijd stil liggen door de pandemie. We hebben zelf als audiovisueel bedrijf vorig jaar in april 85% van onze omzet onmiddellijk verloren. Dat voelt niet leuk aan, dat kan ik bevestigen, dus we kennen die situatie. Maar anderzijds, er zijn ook sectoren en bedrijven die doordraaien uiteraard, ondanks de coronapandemie. En ze hebben communicatiebehoeften, zoals Gregory zegt, die vroeger aan de hand van evenementen gebeuren en vandaag eigenlijk niet meer mogelijk zijn. En dan was het kwestie om snel een antwoord te kunnen geven aan die communicatiebehoeften van veel van onze klanten. En we hebben daar in eerste instantie een technisch antwoord in proberen te geven. Door de uitbouw van online eventstudio's met de nodige technische ondersteuning, de nodige technische infrastructuur. En als technische eventpartner waren wij dus ook heel goed geplaatst om daar het initiatief te nemen en onze klanten te begeleiden naar die conversie van traditionele fysieke evenementen naar online evenementen, wat toch wel iets anders is. Ja, inderdaad. Nu, onze klanten hebben ons daarin gevolgd en er zijn er heel veel eigenlijk die in de studio's al heel leuke dingen gedaan hebben. En eigenlijk, naarmate dat we op kruissnelheid komen, zien we ook de evenementenkantoren, de communicatiekantoren die de weg vinden naar onze studio's. En het specifieke daaraan is dat zij vaak een hele lange en grondige relatie hebben met hun klanten, waardoor dat ze die goed kennen. Ja. En dus ook op die manier een grote meerwaarde kunnen toevoegen aan die projecten. Samen met onze partners zijn we er op die manier in geslaagd van eigenlijk bedrijfstelevisie te ontwikkelen. En ik denk wat heeft bijgedragen aan het succes is dat we dat ook kunnen inpassen in gekende evenementenbudgetten. Wat toch ook wel belangrijk is voor onze klanten. Ja, dus eigenlijk een echte Netflix voor bedrijven dan. Ik stel voor dat we eens even gaan kijken naar een aantal realisaties. Welkom beste kruideniers op deze eerste digitale versie van de Kruideniersdag 2021. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Welkom allemaal op deze livestream. Let's go. Hier gaan we dan. Ja, we waren eigenlijk allebei een beetje aan het dansen hier, dat is wel waar. Ik denk dat de mensen ook thuis al het meewiegen waren. Het dichtste bij een feestje dat ik al gekomen ben dit jaar. Allereerst wil ik Flip Jacquemijns welkom heten in onze Volvo-studio. Welkom, Flip. In deze weliswaar zeer knusse, gezellige, mooi gedecoreerde studio in Brussel. Voor vanavond
bedankt voor jullie aanwezigheid. Wij appreciëren dat enorm. En dan kan u met frisse moed terug naar Brussel of weer het verder zetten. Dankjewel, meneer Jan Bon, dankjewel, meneer De Croo. Dank u. Dus heel indrukwekkende evenementen. Ik heb een aantal bekende gezichten herkend. En wat nu? Wat is nu de volgende stap? Wel, ja, we hebben het gezien bij de voorbeelden. Initieel deden wij vooral, of doen wij nog altijd, de technische productie van de uitzendingen. En stelden wij voor onze klanten, degenen die het wilden, een eenvoudig streamingplatform ter beschikking om dat ook online te gaan uitzenden. We hadden niet echt de ambitie om, wat de platformen betreft, heel actief te gaan zijn en toch zeker geen bredere platformen te gaan aanbieden, omdat wij vooral heel platform onafhankelijk wilden werken. Om de klanten zeker niet in een bepaalde richting te duwen, omdat hun specifieke noden vaak heel verschillend zijn. Nu, daar zijn redenen voor. En dat is enerzijds dat de klanten heel vaak al een heel goed idee hebben van waar dat ze naartoe willen. Ja. Soms omwille van het inhoudelijke aspect, maar soms ook omwille van technische vereisten of specifieke bedrijfspolicies. Ik denk bijvoorbeeld aan Microsoft Teams is daar een heel goed voorbeeld van, waarvoor dat de bedrijfsnetwerken eigenlijk al geconfigureerd zijn, de gebruikersprofielen zijn aangemaakt en we kunnen dus op een redelijk goede manier garanderen dat de uitzending ook tot bij de eindgebruiker geraakt. Mm-hmm. Wat op bedrijfsnetwerken niet altijd een eenvoudige zaak is. Maar er zijn ook andere platformen. Hè. Ik denk aan een ON24, ik denk sommige bedrijven werken graag met Zoom of met Webex of Livesize gebruiken ook andere mensen. Dus een heleboel platformen waarvan andere ook in België ontwikkeld zijn. Ik denk aan Conversation Starter, ik denk aan Halito, ik denk aan Meeple, Whales on Waves, Tola. Ja. Stuk voor stuk eigenlijk platformen die in België ontwikkeld zijn en ook hun toegevoegde waarde bewezen hebben. We hebben zelfs klanten die zelf een eigen platform ontwikkelen. Dus echt een hele, hele brede markt. En initieel wilden wij vermijden van mensen in één specifieke richting te gaan duwen. Ja. Ja, dat klopt. Ik wil daar misschien aan toevoegen dat eigenlijk als Blue Moon willen wij volledig platform onafhankelijk zijn. Ja. We willen bedrijven, organisaties niet verplichten of met dit of met een andere platform te werken. Maar wat we wel merken is door ook het groeiend belang van die online evenementen, ja, zijn er toch klanten die aan ons vragen, ja, kunnen jullie dat voor ons toch niet regelen? Want wij hebben geen tijd of geen kennis om dat te onderzoeken. Ook de configuratie van die zaken. En dat is ondertussen wel kennis die we hebben opgedaan. Nu in tegenstelling tot de andere aanbieders, die ook bijzonder kwalitatief zijn, kiezen wij er als Blue Moon voor om niet zelf te gaan investeren in de ontwikkeling van een platform, maar eerder een partnership aan te gaan met een internationaal gevestigde waarde. En dat is dan Hopin. Ja. Ja. En wat is Hopin exact in een definitie? Ik kan het proberen uit te leggen, maar ik denk dat je het beste kan vergelijken eigenlijk met een online venue, eerder dan een puur streamingplatform. Je moet eigenlijk als bezoeker of deelnemer inbeelden dat je effectief een congrescentrum binnenstapt en dat je vrij kan rondlopen. Je kan kiezen, ik wil nu naar de mainstage, want van 10 tot 12 is er die keynote die ik absoluut wil meepikken. Of je kan naar de breakouts en nadien kan je gaan netwerken of je kan beursstanden bezoeken. Dus al die zaken zijn mogelijk. Nu, waarom geloven wij specifiek zo hard in Hopin? Is vooral omdat Hopin een goede oplossing biedt voor de noden voor online events vandaag. Ja. Maar niet alleen vandaag, die werken ook naar de toekomst toe. Mm-hmm. Vandaag de dag zijn er denk ik iets meer dan 400 medewerkers bij Hopin. Naar het eind van dit jaar zal dat eerder naar 600 evolueren. En het grote merendeel van die medewerkers, dat zijn ontwikkelaars. Dus die werken aan de online eventervaring niet alleen van vandaag, maar van morgen, van binnen een jaar, van binnen 5 jaar. Ja. En wij denken dat we nog maar aan het begin staan van het gegeven online event. Dat gaat nog enorm ontwikkelen. En dan is het naar onze mening belangrijk om te werken met platformen die heel hard vooruitkijken. Ja, om te kijken naar de toekomst. Exact. Ja. En hoe zijn jullie in die zoektocht naar platformen uiteindelijk bij Hopin terechtgekomen? Goh, eigenlijk in alle transparantie, eigenlijk via een klant. We hebben vorig jaar in oktober een groot online evenement georganiseerd voor Vito, het G-Stick-congres. En dat is eigenlijk een internationaal congres dat vroeger fysiek plaatsvond, maar nu in een online versie. Ja, we hebben daar een stukje van gezien in de showreel, inderdaad. Ik, ja. Er zijn toch een 3700 deelnemers, 200 sprekers, in totaal een 140 van 140 verschillende landen.
En dat is echt een congres met alles erop en eraan. Zelf in zijn online vorm moet je dat voorstellen. Er is een plenaire sessie, er zijn breakout rooms, er zijn netwerkactiviteiten, beursstanden. Er moeten online polls gesteld kunnen worden. Er is een online chatfunctie. Mm. Allee, eigenlijk alles wat je verwacht van een echte conferentie, maar dan in een online omgeving. En we waren echt onder de indruk van de mogelijkheden van het platform, ook van de stabiliteit waarmee dat gedraaid heeft om zoveel mensen te ontvangen. Dus we zijn dat verder in detail gaan bekijken. En we krijgen ook regelmatig de vraag. Hè. Vorige week bijvoorbeeld hebben we nog een evenement voor Proximus op dat platform gedraaid met een duizendtal deelnemers die dan opgesplitst werden in 150 breakout rooms. Ja. Niet voor de hand liggend, ja. Maar dankzij Hopin was het echt indrukwekkend hoe gemakkelijk dat we dat hebben kunnen realiseren. Dus wij zijn enthousiast en wij denken dat zeker één van de toonaangevende platformen zal blijven zijn. Ja, ja, ja. En is Hopin dan, is het een must voor alle Blue Moon klanten? Moet elke klant nu met Hopin gaan werken vanaf dat ze een online evenement willen organiseren? Nee, zeker niet. Absoluut niet eigenlijk. Nee. Wij willen dat zijn, we zullen dat zijn, we zullen dat blijven liever volledig platform onafhankelijk. Wij passen ons heel graag aan de noden van de klanten of van een specifiek event. En er zijn heel veel goede platformen, zoals Mathieu ook aangaf. En ja, sommige klanten hebben een heel duidelijke keuze. En in functie van wat de klant specifiek wilt, kan het juiste platform gekozen worden. Hopin is een optie, vaak, maar is zeker geen must. Eigenlijk zoeken wij gewoon samen met de klant naar het geschikte platform. En soms, als het heel eenvoudig kan, dan is een eenvoudige Vimeo Streamlink ook meer dan voldoende. Hè. Ja. Dat is absoluut het geval. Nu, we zijn erbij beginnen werken, hè, in eerste instantie via een klant. Ondertussen hebben we dat toch wel beter bestudeerd en we zijn ook heel hard in gesprek gegaan met de mensen van Hopin. En binnen Blue Moon hebben we nu ook een aantal effectieve Hopin-experten. En ik geef misschien graag het woord aan mijn collega Julien, die wat meer zal ingaan op de details van het platform. Ja, voilà. Laten we eens gaan kijken naar een demonstratie van Julien. Dankjewel, Olivia. Voordat we door het Hopin-platform gaan, wil ik toch even stilstaan bij het ontstaan van Hopin. De huidige CEO kon 3 jaar geleden door medische redenen het huis niet uit. Hij merkte toen dat hij enorm veel evenementen, enorm veel networking miste. Toen is het idee van Hopin ontstaan. Ondertussen is het bedrijf 3 jaar oud en heeft het meer dan 400 werknemers. Hopin is een groot internationaal bedrijf, maar toch blijft het inzetten op continu zichzelf te verbeteren om meer integraties uit te bouwen in het systeem. En dat doet Hopin door te luisteren naar zijn certified partners, organisatoren van evenementen die het Hopin-platform gebruiken. Het Hopin-platform zelf is een volledig webbrowser-gebaseerd platform. Er zijn geen applicaties die gedownload moeten worden. Er zijn geen firewall-restricties enzovoort. Het is een volledig moduleerbaar platform. Wat wil dit zeggen? Dat alle kleuren, alle teksten, alle afbeeldingen, alle video's allemaal aanpasbaar zijn voor de organisatoren van het Hopin-event. Hopin kunnen we bekijken als een online venue, een virtueel congresruimte waar mensen zich vrij kunnen rondbewegen in de verschillende segmenten en waar ze de zaken kunnen volgen die ze zelf interessant vinden. Hopin focust zichzelf op connectie maken met mensen, interactie tijdens het evenement. Het is geen one-way communicatie, maar echt een communicatieplatform. Het volgende video van Hopin zelf schetst dit heel goed. With Hopin, you can create live online events that are interactive and personal. Whether you're hosting a live training workshop, bringing your company's remote team together, or launching a full-scale digital conference, it's easy to create an engaging Hopin event for up to hundreds of thousands of people. At a Hopin event, your attendees can network one-on-one, break out into group sessions, watch keynote presentations, send chat messages and polls, and explore interactive expo areas. There's even a private virtual backstage for your speakers. A Hopin event is far more than a webinar. You're not limited to just screen sharing a PowerPoint. You can focus on what truly matters, connecting people. Join us and create your first Hopin event today. Zoals u ziet, focus op connectie maken, focus op interactie tijdens de evenementen. Voordat het evenement begint, moeten we uitnodigingen gaan uitsturen naar de klanten, naar de deelnemers van het event. En hier moeten we vooral denken aan groepen maken.
Er kunnen, zoals in dit evenement, zijn er twee verschillende groepen. Ene voor de deelnemers, waarbij dat jullie allemaal mee zijn uitgenodigd geweest. En één ticket is voor Blue Moon, het organiserend comité. En het Blue Moon ticket is een privéticket. Dus toen dat jullie zich hebben geregistreerd voor dit evenement, zagen jullie dit ticket niet. Door de groep van gebruikers te gaan onderverdelen in verschillende ticketten, kunnen we deze ook gespecifieerde content gaan aanbieden. Hier komen we later op terug. Er zijn twee manieren om de registratie uit te sturen naar de mensen. Ofwel via een general link. Deze link hebben jullie allemaal gekregen via de mailing die we hebben uitgestuurd. Eens dat de personen een ticket hebben geselecteerd, moeten ze wat basisgegevens invullen, zoals naam, voornaam en e-mailadres. En dan kunnen ze verder gaan naar de checkout en het evenement toevoegen aan hun agenda. Via een persoonlijke link worden al die gegevens op voorhand in het platform ingeladen en krijgen de mensen een gepersonaliseerde mail. Hallo Julien, hier uw uitnodiging voor dit Blue Moon evenement. En deze zijn de twee manieren om zich te registreren aan het evenement. Het evenement is nog niet gestart. De virtuele deuren zijn nog gesloten en dan zien de mensen deze pagina. Het is een pagina waar dat ze allerhande basisinformatie terugvinden. Een welkomstbericht van de host of van het organiserend comité. Wie zijn de sprekers? Wat is de planning? Voor het evenement begint kunnen de mensen al interageren met elkaar. Ze kunnen communiceren via de chat. Ze kunnen deelnemen aan al op voorhand ingeladen polls. Of ze kunnen de deelnemerslijst zien. Voor het evenement gestart is, kan men ook hun profiel aanvullen. Een foto toevoegen, een functietitel toevoegen en allerhande socials bijvoegen. Dit is heel belangrijk als we later die connectie gaan maken met mensen en virtuele businesscards gaan uitdelen. Eens dat het evenement is gestart, zijn er tal van mogelijkheden om die interactie tussen die personen, tussen de sprekers en tussen heel het publiek te bevorderen. Dit is bijvoorbeeld de chat die jullie aan de rechterkant terugvinden. Er zijn ook verschillende polls die jullie kunnen beantwoorden en we kunnen een overzicht zien van het aantal mensen. Eens dat we daar een interessant persoon in terugvinden, kunnen we op die persoon klikken om een privéchat te sturen naar hem of haar. Kunnen we die persoon ook uitnodigen voor een videogesprek of kunnen we een meeting op een later tijdstip inplannen. En dan begint het evenement. Er zijn 5 segmenten in Hopin. De recepties, de sessions, de stages, de networking en het expo-gedeelte. Het is één platform met 5 segmenten, met elk segment een specifiek doeleinde. De mensen kunnen vrij rondbewegen tussen alle segmenten. Het eerste is de receptie. Jullie zijn allemaal via de receptie gepasseerd. Dit is de lobby van het evenement. Dit is de plaats waar jullie alle informatie over het evenement kunnen terugvinden. U kunt zien wat is er live. U kunt een welkomstbericht van de organisator terugvinden, sponsors, de planning en wie zijn de sprekers. En zoals al op voorhand gezegd, al dit is moduleerbaar. We kunnen afbeeldingen toevoegen, video's toevoegen, we kunnen de kleuren en de tekst aanpassen. Na de receptie, en dit is waar dat jullie nu allemaal zijn, zijn we in de stage beland. De stage is een one-to-many interaction. Het is zoals op een echt congres, zoals op een fysiek congres, een podium waarbij een aantal sprekers hun boodschap gaan overbrengen naar een grote groep van mensen. Dit is perfect voor keynote, voor presentaties, voor het plenair gedeelte. We kunnen een ongelimiteerd aantal stages maken met aan elke stage tot 100.000 kijkers. Er zijn 3 manieren om te streamen naar de stage. Eerste is ofwel direct, een stream vanuit een VMix, vanuit Vimeo, vanuit YouTube of Facebook Live. De tweede, we kunnen vooropgenomen content rechtstreeks gaan publiceren, gaan afspelen op de stage. En de derde mogelijkheid is gewoon via webcam. Uw webcam aandoen, uw microfoon aandoen en uw PowerPoint of uw scherm gaan delen, zoals in eender welke Zoom, Teams of dergelijke meeting. Er is een backstage area voor de sprekers om laatste minute aanpassingen te communiceren en om ook ervoor te zorgen dat mensen daar al hun camera kunnen testen, dat mensen daar al hun microfoon kunnen testen en hun presentatie kunnen delen. Eens dat iedereen klaar is in de backstage, zetten we de backstage live en kan iedereen het zien. Aan de stage is er een chat, is er ook een polling en kunnen de mensen zo met alle andere deelnemers van die stage rechtstreeks communiceren. Dit kunnen we aan- of afzetten naar gelang de wensen van de klant of naar gelang het concept van de dag.
Er zijn verschillende integraties bij de stage. We kunnen bijvoorbeeld een Twitterpagina toevoegen, zoals dat jullie nu aan de rechterkant kunnen zien. We kunnen ook de Interprefy-integratie toevoegen en zo kunnen we live tolken heel de stage laten vertalen. Er is ook Slido voor extra interactie, bijvoorbeeld via polling, via Q&A of het maken van een wordcloud. Waarbij dat een stage een one-to-many interaction is, zijn de sessies een virtueel ronde tafel waarbij iedereen met elkaar kan communiceren. Dit is perfect voor groepsdiscussies, voor trainingen, voor workshops, voor breakout rooms, webinars, teammeetings, Q&A enzovoort. Er zijn een ongelimiteerd aantal sessies en aan elke sessie, aan elk virtueel ronde tafel, kunnen 20 mensen deelnemen met hun camera aan en met hun microfoon aan. Er kunnen tot 300 personen kunnen aanwezig zijn in het publiek die naar het virtueel ronde tafelgesprek kijken. Eens dat iemand gedaan is aan de ronde tafel, kan die persoon terug naar de participanten, terug naar de kijkers worden gestuurd en kunnen we iemand anders uit het publiek aan tafel laten komen. De sessions zijn al dan niet gemodereerd en komen enkel tevoorschijn in de planning en in de sessieshoofdstuk. 5 minuten voordat ze beginnen en 10 minuten nadat ze klaar zijn, verdwijnen ze ook uit het overzicht. Elke sessie heeft zijn eigen chat en zijn eigen polling en zoals bij de stages kunnen we dit gewoon afsluiten. We kunnen de mogelijkheid geven aan mensen om zelf sessies te gaan maken. Als ze verschillende interessante personen tegenkomen tijdens het evenement, kunnen ze een sessie maken om een meeting te organiseren of om elkaar voor te stellen. Dat kunnen we toelaten, maar dat kunnen we ook afzetten. De sessies zijn toegankelijk voor iedereen. Maar we kunnen ook sessies op uitnodiging uitsturen op voorhand, zodat mensen enkel met de uitnodiging daar een mail van krijgen en een uitnodiging van krijgen. Maar we kunnen de sessies ook toegankelijk maken per tickettype. De mensen waarbij met hun ticket ze geen toegang hebben tot een bepaalde sessie, zullen deze sessie ook niet zien in hun overzicht of in hun algemene planning van het evenement. Het volgende segment binnen Hopin is de networking. Dit is een one-to-one networking manier om met elkaar in contact te komen, om zo nieuwe mensen te leren kennen. Iedereen in het networking segment wordt at random gematcht door het systeem en die twee personen kunnen door middel van hun camera aan te zetten en hun microfoon aan te zetten een gesprek aangaan met elkaar. Dit kan volledig random of dit kunnen we ook sturen door middel van de tickettypes. Waarbij dat bijvoorbeeld mensen met een bepaald tickettype niet in contact kunnen komen met mensen met een andere tickettype, of juist wel. Allemaal afhankelijk van wat dat u als organisator wilt bereiken. Bij de networking is er een minimum en een maximum meeting time beschikbaar. Dit is niet verplicht, maar we kunnen dit instellen. Minimum meeting time wil ervoor zorgen dat de mensen niet heel snel door het platform, door de networking heen gaan, om zo één bepaald persoon te ontmoeten. De maximum meeting time is om de mensen toch aan te moedigen om meerdere connecties te maken dan gewoon één lang gesprek in de networking area. Bij een interessant gesprek kan die maximum meeting time worden verlengd en kunnen mensen ook elkaar virtuele businesskaarten uitdelen dankzij de informatie die ze voor het evenement of tijdens het evenement hebben toegevoegd bij hun profiel. Het laatste gedeelte is de expo. De expo's zijn virtuele standen voor partners, voor sponsors, voor verkopers, om zo hun producten, hun services of hun diensten aan te kunnen bieden aan het publiek. Dit kan ook gebruikt worden voor jobfairs of voor een scholenbeurs bijvoorbeeld. Hier treden de mensen in gesprek met een standhouder en indien het interessant is, laat u uw gegevens achter, zodanig dat die standhouder achteraf die personen terug kunnen contacteren. Aangezien het aantal expo-standen enorm kan zijn, kunnen we ook aan de exposanten zelf, aan de partners of aan de sponsors zelf, toegang geven tot hun expo om deze volledig zelf te gaan designen, om zelf een afbeelding te kiezen, om zelf een description of dergelijke toe te voegen. En uiteraard is er ook data beschikbaar. Live kunnen we zien hoeveel mensen live op het platform zitten, hoeveel mensen momenteel deelnemen aan het platform. We kunnen ook zien waar dat die personen zich op dat moment bevinden. Bevindt de grootste groep zich aan de stage of bevindt de grootste groep zich in het networking? Dat kunnen we allemaal bekijken.
na het evenement zijn er tal van andere data die je zullen helpen om het evenement zelf achteraf goed te analyseren. Om zo te zien wat heeft er gewerkt en wat heeft er niet gewerkt. Wat kunnen we gebruiken voor het volgende evenement? De user movements, antwoorden op de polls, de chattranscripties van alle publieke chats of zelfs opnames van de stage of van de sessions kunnen we allemaal downloaden. Dit was een kort overzicht van het Hopin-platform en we kunnen dat allemaal uitleggen. Maar ik denk het beste manier om het platform echt te leren kennen is als jullie straks na deze plenaire sessie gewoon door het platform gaan. U kunt mij en mijn collega Niklas terugvinden in de sessies en u kunt al onze projectmanagers en accountmanagers terugvinden in de expo. Geniet van het platform en ik zie jullie straks in de sessies. Dank u wel. Dank u wel, Julien, voor de uitstekende presentatie. Ik ga er nog even verder op in met Gregory en Mathieu. Waarom zouden onze klanten via ons, via Blue Moon eigenlijk, naar Hopin moeten gaan? Wel, Olivia, in eerste instantie is het geen verplichting om met Hopin te werken. Hè. Hopin kan een juiste keuze zijn voor een bepaald specifiek evenement, in eerste instantie. En dan nog, als er voor Hopin gekozen wordt, dan kan dat via Blue Moon geregeld worden, maar dat is absoluut geen vereiste. Mm-hmm. Hè. Klanten kunnen perfect zelf contracteren met Hopin. Alle info staat op de website. We denken wel dat er een aantal voordelen aan verbonden zijn misschien om het via Blue Moon te regelen. Eerst en vooral, Blue Moon heeft een enterprise licentie. Dat wil eigenlijk zeggen dat alle mogelijke functionaliteiten van nu en van in de toekomst ook zijn inbegrepen. En we kunnen met Blue Moon ook helpen bij het opzetten van het platform, de configuratie, de indeling, de flow, al die soort zaken. En niet onbelangrijk, tijdens het evenement zelf, op die day, kunnen wij de technische assistentie van het platform voorzien. Hè? Zorgen dat de juiste sprekers op het juiste moment op de main stage komen of in de breakouts, al die zaken. En ook bijvoorbeeld bij het opzetten van een hotline op de dag zelf kunnen wij heel hard helpen. Hotline waar dat deelnemers, bezoekers aan naar kunnen bellen als ze eventueel technische of andere vragen zouden hebben. Ja. Ja. Ik zou zelfs zeggen dat het ook geen must is dat de klanten via de Blue Moon accounts eigenlijk op het Hopin-platform terechtkomen, maar dat wij ook de nodige assistentie doen om eigenlijk rechtstreeks via het klantenkanaal op Hopin de online events te realiseren. Dus dat kan. Het kan ook via Blue Moon en dat kan vooral een voordeel zijn, denk ik, ook voor de kleinere evenementen waar dat we misschien iets flexibeler te werk kunnen gaan. Oké. Maar ja, nu, aan alles hangt een prijskaartje, dus ook aan dit platform. Wat is de kost van Hopin? We hanteren in eerste instantie, eerst en vooral liever, een heel transparant pay-as-you-use model. Het is eigenlijk heel eenvoudig. €10 per geregistreerde user. En daar zijn ook alle functionaliteiten in inbegrepen. In het voorbereidingstraject dat we dan samen met de klant doen, dat voorzien we in regie. Hetgeen dat Mathieu zegt, Hopin is een fantastisch platform voor grote en zelfs zeer grote evenementen met duizenden deelnemers en sprekers, absoluut geen probleem. Maar zelfs voor kleine events. Hè, voor kleine events kunnen we perfect met onze licentie ook jullie helpen met de evenementen. Ja. En dat is misschien voor die kleinere evenementen financieel vaak een drempel om eigenlijk een commitment te doen naar een volledig jaar aan accounts, aan abonnementen, et cetera. En daar denken we dat we met ons pay-as-you-use model eigenlijk ook de toegang kunnen verlenen voor die kleinere evenementen naar die grotere platformen en die professionelere systemen. Dus dat is zeker een meerwaarde om te bekijken, om eens van te proeven. Ja. En misschien om af te sluiten, heb ik nog één vraag voor jullie. Hoe kijken jullie nu eigenlijk naar de toekomst? Wel, de toekomst. Ja. Het voorbije jaar is een ongeziene rollercoaster geweest, denk ik. Dat mogen we wel zeggen. Kunnen we wel zeggen, ja. Ik denk dat we als sector, als land en ook wereldwijd ongelooflijk zijn geïmpacteerd geweest door die coronapandemie. Maar ja, er zijn ook opportuniteiten geweest, hè. Opportuniteiten om op nieuwe, op efficiëntere manieren te communiceren. En die pandemie heeft voor een ongelooflijke versnelling gezorgd in de digitalisering van al die zaken.
wij willen inzetten op die online evenementen, op die digitale communicatie. Zeker niet om de fysieke evenementen te vervangen. Ik denk dat we allemaal uitkijken naar elkaar terug fysiek ontmoeten, naar die frisse pint, naar die fysieke evenementen. Maar we willen die evenementen wel sterker maken door dat digitale luik daaraan toe te voegen en in de post-corona-periode eigenlijk naar een evenwicht te evolueren tussen het fysieke gegeven en het online gegeven. Ik denk dat we door bruggen te bouwen met enkele van onze partners en een ijzersterk engagement van onze medewerkers, ik denk dat we dat zeker ook in de verf mogen zetten, erin geslaagd zijn om onze eerste stappen te zetten in deze post-corona-evenementenwereld. Ja. Maar ja, het zijn zeker niet de laatste stappen. Ik denk dat we echt, Gregory zei het al eerder in dit gesprek, aan het begin staan van een traject. Er zijn een heel aantal eerste stappen gezet. Maar er zijn nog een heel aantal opportuniteiten die moeten bekeken worden, een heel aantal zaken die moeten uitgewerkt worden. En ja, wij willen daar als Blue Moon echt voor staan om samen met onze klanten, samen met onze partners, die uitdagingen ook aan te gaan en oplossingen uit te bouwen van hoge kwaliteit. Ja, 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 dat zijn mooie woorden, denk ik, om af te sluiten. Dank je wel. En ik stel voor dat we de plenaire sessie hierbij afsluiten. Maar jullie kunnen zeker nog naar de andere sessies waar dat onze experten meer informatie kunnen geven over Hopin. Waar dat er ook vragen kunnen worden gesteld. Onze project- en accountmanagers staan ook klaar in de expositiehal waar dat jullie een kijkje kunnen nemen over onze verschillende studio's. En Gregory en Mathieu die gaan verhuizen naar de netwerkfunctie als jullie eens met hen willen babbelen. Dank u wel om hier aanwezig te zijn en... Bye-bye. Thank you, Olivia. Thank you, Olivia.